tweede World of Food dekenmarkt geopend in Apeldoorn. De eerste World of Food vestiging van de dekenmarkt werd in 2014 geopend in Beverwijk. Na ruim 2,5 jaar is er een tweede World of Food bijgekomen en die staat aan de Vlijtseweg in Apeldoorn. In korte tijd is de oude dekenmarkt gesloopt en werd de nieuwe, veel grotere supermarkt ingericht. Het concept van World of Food verschilt aanzienlijk met de vertrouwde dekenmarkt en andere supermarkten. Het is meer zo dat wij hier een heel groot scala aan diensten verlenen aan de klant. Als je alleen ook kijkt naar het assortiment wat gigantisch groot is. We hebben een heel groot assortiment bijvoorbeeld aan wijnen staan. We hebben een heel groot assortiment staan aan speciaal bier. Maar wat ook heel bijzonder is voor deze supermarkt is dat we hier ook een ambachtelijke slager hebben. Die zelf nog ouderwets zijn vlees aan het uitbenen is, aan het rubben is, aan het marineren. En dat is wel bijzonder voor een supermarkt. Ook als je kijkt naar de horeca die wij hier hebben. Dus mensen kunnen hier echt nog zelf een kop koffie drinken, een gebakje eten. Maar ook gewoon een hele maaltijd nuttig. Die hier dus beneden vers bereid wordt in de supermarkt. Dus dat kan ook allemaal. De broodafdeling die heel ambachtelijk is. Dus allemaal met verse broodjes. Wat die allemaal vers afgebakken wordt in het filiaal. We hebben hier noten die vers gebranden wordt. Wat ook niet helemaal gebruikelijk is voor een normale supermarkt. Nou, en dat alles zeg maar, dat maakt dit dus als World of Food. De opening werd donderdag verricht door de directeur van de dekenmarkt en de filiaalmanager van World of Food Dekenmarkt Apeldoorn. De filiaalmanager is trots op zijn nieuwe supermarkt en dat is nog maar zwak uitgedrukt. Absoluut, super, super, super trots. Heel veel uren mogen besteden met mijn team om dit pand zeg maar, klaar te maken. De World of Food in Apeldoorn, de mooiste dekenmarkt van Nederland zullen we maar zeggen. En ik ben heel blij om hier te mogen werken en mijn mensen aan te sturen om er elke dag weer een topwinkel van te maken, zodat klanten met veel blijdschap hun boodschappen mogen komen doen. Voor de dekenmarkt was Apeldoorn een voor de hand liggende plaats om daar de tweede World of Food te vestigen. De winkel die kwam vrij, we konden hier een grote winkel neerzetten. En toen hebben we gekozen om een echte World of Food hier neer te gaan zetten. Hoe weet je nou daardoor ook een nieuwe doelgroep te bereiken? Nou, niet specifiek een nieuwe doelgroep. Ik denk dat de winkel die hier stond voorheen al een grote groep mensen aansprak. En dat zal het nog steeds blijven doen. En natuurlijk hopen wij dat door deze winkel, die echt wel heel bijzonder is in Apeldoorn, nog veel meer Apeldoorners aan te gaan trekken. De nieuwe winkel heeft een totaaloppervlakte van 2800 vierkante meter. De paden tussen de schappen zijn extra breed voor mensen met een scootmobiel of rollator. Hoe gaat het hier met het kaartje in de winkel? Heeft u een beetje ruimte ervoor? Ja, behoorlijk veel ruimte. Dat betekent... Wij kwamen hier altijd bij de oude winkel. Ja, eerst was deze hier en toen de oude winkel. Maar dat gaat perfect. Het winkelend publiek kan in de nieuwe World of Food zelf melk tappen, zelf eieren kiezen en inpakken en wordt er ter plekke een ananas gepeld en in schijven gesneden. Wat vind je ervan? Ik vind het mooi. Eindelijk een keer iets zeggen van dat sluit aan bij hetgene wat de mensen willen. Met andere woorden, u komt hier waarschijnlijk wel vaker? We kwamen hier altijd al. Altijd aan de Vlijtseweg. Wonen in Uggelen, maar de meeste boodschappen doen we altijd hier aan de Vlijtseweg. Ik heb nog niet heel goed rondgekeken. We kregen thuis een folder met de plattegrond. Die heb ik heel goed bestudeerd. Ik heb een lijstje gemaakt en ben gewoon alleen mijn lijstje afgegaan. En ik ga volgende week eens een keer rustig kijken als het veel rustiger is hoe de winkel echt is geworden. Ja, ik vind hem groot. Ja. Best ingekozen zie ik, hè? Ja, moet wel, hè? Ik ben binnenkort een verjaardag, dus moet er goed in slaan. Ik denk even, daar ga ik even mooi van profiteren. Ja, precies. Maar precies. Heb je niks te eten meenemen dan? Je hebt alleen maar bier. Ja, daarom moet ook. Moet alleen maar drinken. In de nacht van zaterdag op zondag gaat dit weekend de wintertijd in. De klok gaat om 3 uur 's nachts terug naar 2 uur. Dat betekent voor de meeste mensen een uurtje langer stappen of een uurtje langer slapen. De wintertijd duurt tot en met zaterdag 25 maart 2017, want dan gaat de zomertijd weer in. Morgen begint de dag met mist, daarna is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het blijft droog en het wordt rond de 14 graden. In de avond en nacht klaart het op en kan er mist ontstaan. Het kwik daalt dan naar ongeveer 7 graden. Zondag is het bewolkt en droog, maandag is het vrij zonnig. Het wordt dan rond de 13 graden.